Ja, meneer de premier, volgens het IMF heeft België op Roemenië na het grootste tekort van alle industrielanden. Probleemlanden als Frankrijk, Spanje, Italië en zelfs Griekenland doen het pakken beter dan u en uw regering. We wisten al dat dit lamlendige Belgenlandje dit jaar de traagste groeier zou zijn van alle eurolanden. Maar het IMF stelt nu ook de groeivooruitzichten voor dit land nog verder bij naar beneden. De bijzonder zwakke groeicijfers die uw regering voorlegt zijn zeer slecht nieuws voor de begroting. Een begroting die met medeplichtigheid van de liberalen en alle voormalige regeringspartijen allang voor corona diep rode cijfers vertoonde. De Nationale Bank waarschuwde recent nog voor een Grieks scenario. En dat staat natuurlijk in schril contrast met een premier die op het internationale toneel, als hij internationaal in de schijnwerpers kan staan, bakken geld gaat uitdelen met zijn regering. Voor pakweg ontwikkelingssamenwerking of laatst nog 800 miljoen euro aan het buitenland. De premier van het land met de op één na slechtste begroting stond in zijn eentje garant voor bijna 10% van alle wereldwijde giften op de donorconferentie. Een voor de hand liggende vraag is dan ook: moeten we niet minstens een deel van al dat geld gebruiken om onze eigen mensen te helpen en onze eigen rekeningen op orde te krijgen? En ten tweede blijft België ook volgens het IMF absolute koploper in zaken overheidsuitgaven. Een manier om de boel op orde te krijgen is hervormen, maar daar slaagt deze regering met 7 partijen en 4 ideologieën niet in. De pensioenen, de fiscale hervorming, een hervorming van onze energiefactuur die een tweede belastingbrief is, een structurele hervorming van de prijs aan de pomp, allemaal doorgeschoven en onopgelost. Wanneer gaat uw regering werk maken van het knippen in de absurde uitgaven van deze veel te vette overheid en wanneer gaat u grondig hervormen? Meneer de premier, er is een tijd geweest dat liberalen hun eigen geloofwaardigheid verbonden aan de begroting. En die geloofwaardigheid bent u kwijtgespeeld toen u in deze regering stapte, een PS-regering met een Waalse manier van begroten. Dit land wordt onder uw premierschap een Griekenland aan de Noordzee. 100 miljoen euro aan coronamateriaal moest worden vernietigd. Vele honderden miljoenen euro's worden uitgedeeld in Afrika, het Midden-Oosten en het verre buitenland. En binnenkort zal men dus in de Sahel waarschijnlijk een geldinzameling moeten houden voor België. U zei trouwens, meneer de premier, bij het uitdelen van al dat geld dat België niemand in de steek laat. Maar uw regering laat wel degelijk onze mensen in de steek. Onze bevolking is vandaag aan het verarmen zonder dat uw regering krachtige maatregelen neemt. Die vele honderden miljoenen euro's van ons belastinggeld moeten niet over de balk worden gegooid of uitgedeeld ergens in het buitenland. Deze moeten worden teruggegeven aan de hardwerkende Vlaming. Onze keuze is heel duidelijk. Eerst onze mensen.